maandagavond. En dan zijn we er traditiegetrouw natuurlijk altijd weer met de NEC Updates Live. De podcast te seizoen 2, aflevering 12 alweer. En zoals ook de 11 afleveringen hiervoor zitten ze weer aan tafel. Heren, welkom Nick Rokers en Harold Bastiaans. Goedenavond. Goedenavond. En vandaag als gast, oudspeler van NEC. Hij liep stage bij NEC bij de technische staf in 2021-2022. Assistent bondcoach op dit moment van Suriname, Remco Bizantini. Remco, ook welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je aan kon schuiven. Je bent net terug in Nederland. Even lekker op vakantie geweest. Nee. Uit Curaçao. Uit Curaçao. Stichting voor de kansarmen binnen de jeugd op Curaçao. Zijn we even mee aan de gang geweest. Kijk. En dan kom je hier net op het goede moment, hè. Net op het goede moment. Ik zag je zitten in het stadion en jij hebt ook de wedstrijd kunnen aanschouwen. Het was een heerlijke zondagmiddag. De temperatuur was heerlijk. Het zonnetje scheen. En toen ook nog het voetbal. Dat klonk zo. Speelt daar González. Speelt op diepe Vita van Gogh. Die wordt daar neergehaald. Ja, strafschop voor NEC. Daar is Koki Okawa met 1-0. Zij het met wat voor tuin. Zo. Want hij Gervase duikt over de bal heen. Raakt hem ook nog. Maar NEC op 1-0. Zee van Gooi gaat over de linkerkant nu. Gaat de 16 meter in, zoekt zijn linkerbeen, vindt Okawa helemaal vrij. Ja! 2-0. Hoho! Wat een heerlijke aanval van NEC. Als nu Fase gaat lopen goochelen. Van Gooi die zet Fase onder druk, dan heeft Van Gooi de bal. Wordt het een tikkie naar Hansen. Ja! En die schiet hem erin. Oi, oi, oi. Zit een hele Fase. Tactische analyse te geven. Ja, wat een ketser heeft van die keeper. Die laat zich daar aftroeven door Van Gooi. Ja. En dan kunnen we tactisch willen wat we willen. Maar als Groningen dit gaat doen, dan maakt het niet meer uit. Nee, ja, dan kunnen de borrelnootjes op tafel gezet worden. Maar is daar Sontje Hansen, waar Van Gooi bij de tweede paal op duikt. En Okawa die hem teruglegt op Van Gooi. En dan is daar de bekroning voor het goede spel van Vito Van Gooi. 2 assists al op zijn naam. En nu staat hij ook op het scorebord, want hij tekent voor de 4-0. Als Inal dan nog een sprinter wel aangaat met Bakunin, dat wint hij. Dan staat er iemand voor de goal. Dat is natuurlijk Uwisa. En die schiet hem binnen. En is dit dus een 1-2'tje tussen Basha Unal en Sammy Uwisa, die zijn tweede van het seizoen maakt bij NEC. Mijn ouwe Jan, het is 6-0. En Fase gaat wederom naar de goede hoek. Ziet er wederom niet helemaal lekker uit. Maar belangrijker is dat Thomas ouwe Jan dat cadeautje uitpakt. En de Nijmegenaren op een 6-0 voorsprong zetten. 6-0 werd het zondagmiddag in de Goffert. Een uitslag, die hadden we toch allemaal niet verwacht. Of wel, Nick? Nee, absoluut niet. Ik zei vooraf wel... ik denk wel dat NEC deze ging winnen. Dat gevoel had ik wel. Ik heb ook heel het gezegd... Ja, die wedstrijd tegen PEC Zwolle, dat is zomaar zo'n omkeerwedstrijd, weet je wel. Daarin hebben ze op vechtlust die wedstrijd moeten winnen als een team. Nou, misschien dat nu wel een vuurtje heeft aangewakkerd. Maar 6-0 had ik echt niet verwacht. Nee. Harold, was NEC nou zo goed of was Groningen nou zo heel slecht? Nou, ik denk dat Groningen niet heel goed was. Als je alleen al kijkt naar dat doelpunt van... Van Fase. Ja. Nee, dat is zo knullig met Van Gogh. Is knullig. Ja. Maar goed, ik denk dat wij ook wel heel goed waren. Want we mogen wel constateren dat nu als een Sontje heel erg gewoon erg goed in zijn vel zit en hij is echt een voetballer, dan is hij gewoon echt gewoon onmisbaar voor ons elftal. Ja. Nou, daar hebben wij, als je die jongen op 10 zet, hè, ik hoop dat dat ooit nog een keer gaat gebeuren. En je hebt dan Sandler en daarnet achter staan, straks met Propen. Nou, volgens mij hebben we dan een geoliede machine, hoor. Echt. Ja, de nummer 10 positie die blijft ook een discussie. Ik heb niks voor niks, daar hebben we nu... Ja. Trouwens, eventjes voor de mensen die zitten te kijken. Daar hangen je allemaal fantastische shirtjes. Harold, dankjewel. Ja, we kleden het elke week, wordt het mooier. Daar zitten natuurlijk allemaal verhalen ook achter. Maar de nummer 10, ja. De echte nummer 10 moet nog opstaan. Ja, misschien dat het al gebeurd is. Alleen heeft hij nog niet op die positie gestaan. Ik vind het heel interessant met Hansen. Maar ik wil nog wel even benadrukken dat die 6-0 die komt natuurlijk niet voor niks. We hebben natuurlijk 6-0 gewonnen. En dat was ook wel een vanuit de spelersgroep iets richting Ronnie de Groot. Want we hebben natuurlijk wel weer iets meegemaakt. Remco, jij kent hem natuurlijk ook, Ron. Ja. Dit is de tweede kerel. 2009 heeft hij een hartstilstand gehad. Toen zat hij op het stadion, toen werd hij geholpen. En nu heeft hij het geluk gehad dat in zijn elftal van WVW... dat daar ook een medisch iemand mee voetbalde, waardoor hij gelijk geholpen werd.
Weet je, we mogen wel blij zijn dat hij nog, een leven is. En dat hij dus eerder misschien weer wel naar Nijmegen komt. Hij zit nou in Arnhem in het ziekenhuis. Ik kan me voorstellen dat hij liever in Nijmegen ligt. Dat is fijn, hè? Nee, maar snap je? Ik denk dat die spelers ook wel geraakt heeft. En dat ze gewoon gezegd hebben, we moeten nou even een stapje harder lopen. Mooi, als dat zo is inderdaad. Ja, ik weet niet meer wie dat zei. Maar iemand zei van, ik denk dat we onbewust wel met z'n allen wat harder hebben gelopen voor Ronnie. Ja, nou, dat vind ik wel mooi. Dat denk ik wel, wel zeker. Ja. En ik vroeg ze natuurlijk ook naar aan Rogier Meijer. En je merkte ook wel de emotie weer dat er bij hem opkwam. En toch, het viel mij op. Want de spelers die werden pas echt op het laatste moment daarover ingelicht. Maar ik vroeg natuurlijk aan Rogier Meijer van, hoe die het nieuws van Ron de Grote, hoe die dat, dat hoorde die plotseling. Ja, dat is een grote schrok natuurlijk. Want je bent bij wijze van spreken anderhalf uur daarvoor nog met elkaar zit je in het kantoor. Hij is gaan voetballen en hij is neergevallen. En weet je, je schrikt enorm thuis. Nou, dan ga je contact zoeken met de familie. Dan hoor je dat het gelukkig naar omstandigheden goed is. Dat geeft wat geruststelling. Maar het is wel heel bijzonder omdat je dag in dag uit met elkaar bent. En hij is natuurlijk ook het gezicht van de club. Dat hoor je ook op de tribune, dus het is een bijzonder. Maar ik ben met name blij dat dat na omstandigheden goed gaat. Ja, dus het is niet de eerste keer dat dit overkomt. En dan ook eigenlijk nog in diezelfde week als vorig jaar met Bas Dorf. Ongelooflijk. Dus ik heb vanochtend tegen de jongens aangegeven wat er gebeurd is. Ja, dat vond ik wel moeilijk. Maar uiteindelijk zijn ze er goed mee omgegaan. En heel veel. Er zijn best wel veel dingen gebeurd als je zo terugkijkt in de afgelopen periode. En daar zit er ook weer een van, maar daar komen we wel bovenop. Ja, Vito zei al van, deze was voor Ron. Ja, ja, mooi. Dat vind ik ook. En 6-0 was ook duidelijk. En wat ik al zeg, ik weet niet of hij gekeken hebt. Dat denk ik niet. Maar als hij de uitslag ziet, dan zal hij meer dan blij zijn. Ja, 45 jaar bij onze club, hè? 8 jaar als voetballer en de rest vanaf volgens mij 1992 als trainer. Echt een geweldenaar is het. Ja. Schumke uit Hees. Ja, mooi hè. Remco, je hebt natuurlijk ook met hem samengewerkt toen je stage liep. Wat is het voor iemand? Nou ja, ook als speler zeg maar. Ook samen meegespeeld, maar dan ook natuurlijk met als stage trainer bij NEC. Maar ja, Ron is Ron hè. Is niks in veranderd, ook niet het moment dat hij speelde. En het moment dat ik hem tot de dag van vandaag ken. Ja. Dus die straalt in en al voetbal uit en rust. En gewoon een hele persoonlijkheid binnen Nijmegen, denk ik, en de omstreken. Ja. Dus het is wat Harold zegt, dan raakt het natuurlijk iedereen. Dat is niet niks, dus het is gelukkig gaat het inderdaad weer. Hoe is zijn band met spelers? Zijn band met spelers? Ja, hoe is dat? Ja, want hij zit natuurlijk al jarenlang op die bank. Elke trainer wie komt bij NEC, die krijgt Ron de Grote bij. Ja. Nee, maar dat kun je eigenlijk niet beschrijven. Want sommige dingen gebeuren in een elftal. Zonder woorden te gebruiken, maar zijn hele charisma, zijn hele persoonlijkheid binnen zo'n elftal. Er komt iemand binnen. Er staat iemand op het veld die know-how heeft met het voetballen, die het kent. Alles aan geuren en kleuren. Natuurlijk is het altijd, zeggen ze altijd, een kind van de club en een kind van dat. Maar bij hem vind ik het wat meer. Omdat hij natuurlijk inhoudelijk veel voetbalintelligentie heeft. Maar ook op de juiste manier en op de juiste snaar een speler kan bereiken. Op zijn manier. Ja. Zonder dat je als speler een bepaalde druk voelt van, oh ja, daar staat een trainer echt naar me te kijken of bovenop me. En dan heb je ook nog wel eens met spelers die daardoor iets minder presteren. Of misschien juist iets beter. Maar hij heeft wel dat vingerspitsen gevoel. Zeg maar in en buiten het veld. Wat elke trainer. Wat ik ook zou willen hebben. En, dat is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. En wat ik leuk aan hem vind is, het viel mij pas een keer op toen ik op trainingskamp mee was in 2022. Hij deed elke training in het Nederlands gewoon. En dan heb je gewoon een groep, weet je wel, met buitenlandse jongens. Dat is ontzettend leuk om te zien. En dan hoor je hem inderdaad van, jij speelt die bal dan de Thomas en inkaatsen en bewegen. En lekker met zo'n Nijmeegse accentje. Ja. En dan zie je die buitenlandse jongens echt van een paar keer kijken van, het zal wel. Heeft hij het over? Bart, ga jij maar eerst, weet je wat jij hebt verstaan. Ja, dat vind ik wel leuk dat hij dat doet. En dat moet hij ook blijven doen. Dat moet hij ook zeker blijven doen. Er zit ook wel een verhaal aan, want ik ben ook geen talenknobbel wat dat betreft. Nee. Maar het is voetbaltaal. En dat weet ik ook nog goed toen destijds. Ronnie ook al, had het ook over elkaar. Toen begon bij NEC ook in het Engels. En het moet overkomen in het Engels. Ook als je als trainer, emotioneel, het moet gewoon overkomen. En ik denk voetbaltaal, de Nederlandse voetbaltaal begrijpt elke buitenlandse speler, denk ik. Alleen als je verder gaat, echt in detail, dan moet je wel Engels kunnen spreken. En
En dat doet hij, dat is precies zoals Ron ook in elkaar zit. En daardoor houden ze van hem en daardoor snappen ze hem ook. Ja. En in zijn Nederland. Ja. Ja, dat is een gave. Als je dat weet te prikkelen bij spelers, dan, ja, dan doe je het wel heel erg goed. Ja, want ja. Wat is zijn invloed in zo'n technische staf? Hoe moet ik dat zien? Jij hebt bij die wedstrijdbesprekingen gezeten natuurlijk. Ja, nou ja, zijn invloed is heel erg groot. Kijk, hij doet natuurlijk ook veel te maken met de tegenstander, de analyse van de tegenstander die hij maakt. En ja, inzichtelijk nogmaals, hij ziet ook bepaalde dingen waar je wel eens overheen wilt kijken. Die simpele dingen, simpel denken, simpele oplossingen bij een tegenstander zoeken en dat in zijn analyses verwerken. En ook hoe hij dat verwoordt, ja, naar mijn inziens, doet hij dat gewoon perfect. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed. Dat meldde NEC ook voor de wedstrijd de ochtend. De spelers kregen het dus daarvoor te horen. En dat heeft misschien, ik weet eigenlijk wel zeker, wel wat extra's bij sommige spelers gebracht. Ik denk ook dat sommige spelers, die zijn er misschien pas kort. Dus die hebben die band nog niet. Maar ik kon me zeker wel voorstellen, zoals Lasse Schöne natuurlijk, wie dit al zo vaak heeft meegemaakt. En Ron de Groot natuurlijk ook goed kent. En die was er trouwens ook de eerste keer bij toen dat gebeurde. Hè? Dat dit toch wel dingen zijn waarbij je dan van alles weer door je hoofd schiet. Maar het gaat gelukkig vanuit deze kant ook natuurlijk wensen hem al het beste. En we hopen hem snel weer op de club te zien. Ja, dat is belangrijk. Toch maar weer even terug naar die wedstrijd. Want ja, 6-0, dat maak je niet vaak mee natuurlijk bij NEC. Is dit de verdienste van Sandler, Remco? Of is dat te makkelijk gezegd? Te makkelijk gezegd. Natuurlijk is het wel... Het scheelt een slok op een borrel als hij speelt wel of niet. Ja. Maar ik vond NEC vanaf de eerste minuut... kun je zeggen, van was Groningen nou zo zwak of NEC nou zo goed? Ik denk dat ze vanaf het begin echt de wil erop gelegd hebben... en echt de intentie hebben gehad om te willen winnen. Ja. En bepaalde fouten hebben ze ook afgedwongen bij Groningen, vind ik. 1-2 foutjes. Ja, we lachten net gekscherend op met de fase natuurlijk, ja. Dat zie je wel eens gebeuren bij keepers. En hij heeft altijd wel de intentie om op de achterlijn nog eens iemand uit te kappen. Dus je weet dat dat verkeerd zou kunnen gaan. Ik vond het heel goed geanticipeerd op die balverovering. Continu, dat was eigenlijk vanaf het eerste moment al Koki en Vito Verkrooy wie alleen maar op de keeper gingen. En ik kan me ook voorstellen dat dat ook vooraf besproken is in de bespreking. Van, nou, dat doet hij vaak als keeper. Nou, en als je dat een beetje bij elkaar optelt, vanaf de eerste minuut tot de laatste minuut. Vind ik het heel knap. En natuurlijk met Sandler achterin. Die speelt de bal gewoon door twee linies heen. En ja, dat bedoel ik. Maar dat misten wij toch? Dat hebben wij toch gewoon echt gemist de afgelopen wedstrijden? Ik heb het de verdedigers niet zien doen. Nou, als je de analyse zo hoort, Remco, dan kunnen we toch concluderen dat Groningen zo slecht was, omdat NEC zo goed was. En, dat zeg ik. Ja, precies daarom. Ja. En bij die 1-0, we zijn het voor de uitzending even. Ik werd er ook op geattendeerd nog. Weet je, die 1-0, de inspelpaas van Sandler. Ja, zo. González draait open. Ja. Maar die heeft een gat. En die heeft hij een paar keer dat wedstrijd gehad. Maar die stond helemaal vrij. Ja, en dat doet Sandler wel. Die speelt hem dan wel in. Ja. En het lijkt in ieder geval zo simpel. Maar dan ga ik me toch hard op afvragen. Waarom doet een Marquez en waarom doet een Nuitink dat niet? Want als Sandler die bal kan geven... Ja, maar dat is... Niet iedere speler is hetzelfde. Nee, je kunt een Marquez en een Nuitink niet vergelijken met de kwaliteiten die Sandler heeft. Dus ik vond Marquez met Sandler wel heel erg. Het was een verademing hoor. Zo. Ik vond het echt fijn achterin. En dat was natuurlijk spannend, want het was de eerste keer. Hè. Ja. We kennen het koppeltje natuurlijk Sandler-Nuitink. En daardoor ging Bram Nuitink ook beter spelen met Sandler naast hem. Ja. Maar je zag het nu ook terug met Marquez. Ja. Die keuze wordt alleen maar... Maar moeten we ook even realistisch zijn. Groningen heeft echt helemaal niks in de melk te brokkelen gehad. Hè? Nee. Ik bedoel, Marquez heeft het helemaal niet zwaar gehad. Die heeft misschien 2 keer een bal weg moeten werken. Verder heeft hij kunnen voetballen. Heel NEC was lekker aan het voetballen. En Groningen heeft 1 schot gehad volgens mij. Dat was een zwak schot in de handen van Roes. Ja, ik wou zeggen in de handen van Roes. Ja. De rest ging echt naast. En de rest was niks. Dus weet je, wat hebben zij nou echt... Ik vind dat ze niet echt zijn getest, dit koppel, deze wedstrijd. Ja, maar het gaat niet zozeer om testen, denk ik. Want kijk... Ze hebben het ook niet toegelaten om die lange bal te laten spelen. En om hun in duel te laten komen, zo'n Marquez of een Sandler. Dus dat is weer de verdienste van de 2 linies die daar weer voor staan. Dus hoe je het ook bent of keert, ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Want normaal zou je Groningen misschien ook ietsjes sterker ingeschat hebben. Maar in dit geval, zeker de fase waarin NEC zat en hoe ze terugkomen van de voorgaande wedstrijden. Hè, die is ingezet naar Pax Volle, pak de beker. En nou pak je toch op papier, vind ik, een zware wedstrijd. Groningen komt hier, is geen appeltje-eitje.
vooraf gezegd. En dan vanaf het begin bij de strot pakken en vasthouden. Ja. En wat ik nog mooier vond, kijk, niet tevreden zijn bij een 3-0, bij een 4-0, maar gewoon door blijven gaan. Ja, die waren voor Ron. Uiteraard. Die waren echt voor Ron. Echt die 5 en 6-0, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Nou, goede doel, dat vond ik trouwens mooiste. Zeker, maar dat was gewoon echt... We wilden gewoon echt... En ik heb dit ook nog niet eerder meegemaakt in de Goffert, hoor. Dat is echt al heel lang geleden dat we met ze waren één doelpunt verwijderd van evenaring van de grootste Eredivisie-zege ooit. Ja. Nou, ik vind 6-0... Als je dus iets nog wil nuilen over die wedstrijd, moet je daarop gooien. Ja. Ja. Het is wel een uithaal en ook wel een signaal natuurlijk naar de rest van de competitie. Want je ziet inderdaad, dit NEC kan dit wel. En dat is dan gewoon echt vele malen beter dan een FC Groningen. We hebben dit toch al gezegd vanaf de eerste wedstrijd dat het echt slecht ging. Vanaf Heracles volgens mij al. Als wij een goede verdediging hebben, als die verdediging staat met een Sandler, dan zul je gaan zien, als Proper straks, dan wordt het nog beter. Weet je, we hebben echt een hele geoliede machine. En dat is het gewoon. En als je die uit elkaar, als je een paar ratels eruit haalt, ja, dan hapert die. Ja. Maar ik vind wel, weet je, het contrast dit seizoen tussen een wedstrijd in Breda in Almere, hoewel dat Almere niet zo slecht was als NAC. Maar ik vind het wel, schrikbarend een beetje, dat contrast zo groot is. Want hoe goed het deze keer was, zo slecht, was het bij wijze van spreken tegen Almere. Ja, weet je, we hebben natuurlijk een aantal spelers die terugkomen. Maar zo'n Sontje Hansen, wat vind jij dan af? Dat is toch een van de betere spelers van de Eredivisie? Nee, helemaal niks buiten het feit. Buiten het feit dat hij Antilliaan is. Ja, ik wil dat zeggen, dat is jouw vriend. Nee, maar we hebben het vaker erover gehad. En jij hebt hem altijd al verdedigd. Nee, hij heeft die kwaliteiten. Nee, maar natuurlijk, ik ga het geef je antwoord. Maar daar hebben we vaker inderdaad over gehad. Maar het is gewoon een fantastische speler. Ja, als hij het op de heupen heeft, sowieso. Maar ja... je speelt betaald voetbal en daar wordt ook verlangd dat je dit soort wedstrijden week na week kunt spelen. Ja. En ja, het valt nu natuurlijk wel op, maar kijk, het begint vanuit achteruit met je opbouw. Zeker. En dat is wel een verschil als je een voetballende centrale hebt, als dat je een meer verdedigende centrale hebt. Kijk, en dan zie je gisteren ook in die wedstrijd, hij speelt gewoon de ballen twee linies verder. En sommige draaien nog niet eens open omdat het te snel gaat. Ja. De wedstrijd heb weer tegen NAC. Is weer een ander verschil. Die wedstrijd heb ik daar ook gezien. Mm. Daar ontbrak het misschien weer iets meer aan de vechtlust die je nu gezien hebt. Ja, absoluut te willen winnen. Ik ben echt blij dat hij ook slim genoeg is geweest. Hij had interesse vanuit Engeland. Birmingham had hij in de zomer. Had hij dan wel gezegd, ik ga niet. Ik denk dat NEC beter wordt op het moment dat Sontje speelt. En Sontje niet speelt... Dan zie je het gewoon heel statisch voetballen. En nou is Center erbij. Dus elke linie is er straks een hele technische speler. En dan zul je zien dat het echt beter gaat. Met als Sontje inkomt, al is het de eerste wedstrijd in de tweede helft. En mocht een half uurtje mee voetballen, dan maakt hij niet het verschil. Het is jammer dat die jongen geen 90 minuten kan voetballen. We hebben dat met Sai Visser toen besproken. Maar Sai zei het toen gewoon, en daar ben ik het gewoon echt mee eens. Het is echt een van de betere voetballers van de Eredivisie. Maar hij moet wel fit zijn. Nou, volgens mij wordt hij steeds fitter. Ja, ik mag het hopen, want hij is nu al ruim anderhalf jaar. Wij weten niet waarom hij niet fit is. Nee, dat weten we ook niet. Maar wij kunnen alleen vanaf de buitenkant oordelen wat we vanaf de buitenkant zien. Daar kunnen we wat over zeggen. Ja, dan moet je dat ook blijven doen, want dan zul je ook zien dat hij gewoon heel goed is. Maar hij geeft zelf ook toch dingen aan. En we hebben het heel vaak erover gehad. Want weet je, het is een vast item aan het worden hier, Sontje Hansen. Dat is prima. Maar we hebben ook tijdje Jan Peters gehad. Die noemde, zei hij ook, een groot klein kind. Ja, groot klein kind. Weet je, hij is altijd wel heel open daar ook over geweest. Hè? Waarom die, wat hij dan doet om fit te worden en te blijven. En dan zie je hem sukkelen. En dan vind ik toch lastig te matchen. Maar het schijnt, of het lijkt, moet ik zeggen, nu de goede kant op te gaan. En dat vind ik wel heel mooi. Zie jij die verandering ook? Want je kent Sontje Hansen natuurlijk al wat langer. Omdat je hem ook heel graag toen al bij, toen je nog bondskans was van Curaçao, bij Curaçao wilde halen. Zie jij die verandering bij hem ook wel? Nou ja, en dan heb ik het niet op voetbalvak, maar ja, jawel, zeker wel. Ook als persoon en als mens. En inmiddels heeft hij ook een kind. Hij komt van Ajax, komt hij van de juniorcompetitie. Flauw gezegd, komt hij in de volwassen competitie. Heeft hij het inderdaad wel moeilijk gehad in die aanloop. Hè? Omdat hij hier wat anders... Dan moet je als kerel voetballen, laat ik het zo stellen. Maar je ziet hem gaandeweg, zie je hem wel zijn niveau halen, ja. En nu gaat het natuurlijk om, wat Haal natuurlijk zegt, om te proberen om hem steeds langer te kunnen brengen. En ik ben ook echt wel van mening en helemaal mee eens. Hij maakt inderdaad ook het verschil. Tenminste,
Hij is brutaal. Hij weet wat hij kan. Hij vertaalt dat niet in woorden, zeg maar. Het is geen Noah Lang die dat zo openlijk zegt. Maar ik weet wel wat hij denkt. En daarbij blijft hij ook een mensenmens onder de spelers. En ze accepteren het ook in die zin. Als je hem ook ziet trainen. Hij doet daar echt wel echt volle best. En ze zijn er echt mee bezig. En ik denk ook, zoals hij nu speelt, vertaalt hij bepaalde dingen terug. Waar je misschien verlangt dat hij dat elke week doet. Ja. En langer volhoudt. Maar ik weet wel waartoe die in staat is. Laat ik zo zeggen. Ja, maar die jongen is wel heel goed. Daar zijn we het allemaal over eens. En wat je net zegt, klopt ook helemaal. Hij kiest ook gewoon voor NEC. Vier jaar lang. Geloof me, die heeft ook links en rechts. Kom je hier of kom je daar? Maar hij weet ook wel donders goed waar die staat en waar die. Hij zit toch goed hier, joh. Hij zit hier lekker. Ja, hij kan hier gewoon echt lekker voetballen. Ja, helemaal eens. Ja, heeft hij daar met jou wel over gehad, bijvoorbeeld? Nou, ik heb met zijn moeder ook wel eens over gehad natuurlijk. En destijds om hem bij Nationale Elftal te halen. Ja. Maar ja, toen speelde hij ook bij Ajax. En als je, op het moment dat je bij Ajax speelt... Ja, als je bij Ajax fijn is, PSV... dan kun je normaliter aan Nederlands Elftal denken. Omdat je daar het meeste in aanmerking voor komt. Ja. Mag ik vragen? Hij speelt natuurlijk nu bij Jong Oranje. Maar waarom heeft hij het eigenlijk niet gekozen? Of ja, gaat hij misschien kiezen? Of heeft hij toen niet in ieder geval gekozen voor Curaçao? Ja, je ziet gewoon op bepaalde jongens... Kijk, een groot voorbeeld is Justin Kluivert. Ja. Precies hetzelfde. Hè? Ja, nee. Verandert van club. Engeland, Spanje. En nu zit hij weer bij Nederlands Elftal. Dus... Het kan wel. Je moet een bepaalde periode hebben. Kijk, net zoals dat zoontje hoe die gisteren speelt. In mijn optiek speelt hij vrijwel altijd goed. Het gaat alleen, wat jij zegt, je ziet hem vaak of een half uur of 60 minuten. Ja. Maar hij kan zomaar even een reeks hebben en dan is hij misschien van NEC weer niet te houden. Daarom ben ik het eens. Ja. Nee, maar zo is het gewoon. Ja, dat is zo. Ik ben het mee eens. Maar dan toch eventjes, want jij kent hem ook goed. En dat is natuurlijk ook, daarom hebben we het bijna wekelijks over. Hoe kan het dat die jongen gewoon nu nog steeds niet die 90 minuten kan spelen? Wat is er met hem? Nou ja, goed. Wat is er met hem? Laten we vooropstellen dat elke speler in een selectie wil spelen. Elke speler wil 90 minuten spelen. Elke speler wil het liefst niet invallen. Dat geldt voor hem precies hetzelfde. Hij wil gewoon pertinent spelen. Maar lichamelijk is het gewoon nog net niet. Of zijn ze dat aan het werken. Maar wat hij precies heeft of hoe lang dat zou duren. Ja, daar kan ik ook geen antwoord op maar geven. Maar hebben ze het dan bij Ajax gewoon verkloot? Ja, hebben ze daar niet gewoon... Ik heb ook wel eens met hem gesproken over sowieso wel het verschil tussen Ajax en NEC. Dat hij zei, ja, daar draait het allemaal op het voetbal. Helemaal niet over buiten het voetbal, hoe je thuis zit. Je wordt daar wel op gelet van hoe ben je buiten het voetbal, buiten het veld. Hoe zit je thuis? Hoe zit je voeding in elkaar? Ik denk niet dat we bij Ajax dat hebben laten lopen. Want ook toen hij koos voor NEC, had Ajax hem ook nog graag willen behouden. Dus ze weten echt wel hoe zo'n jongen in elkaar zit. Ik denk alleen... Hij maakte ook stappen in zijn volwassenheid. En dan zeg ik net ook, ja, hij wordt vader of hij heeft nou een kind. Gaat iets anders leven. Wordt bij NEC echt begeleid om dat doel te halen. Ook om topsport te bedrijven. Hoe belangrijk is Reinier in dit verhaal? Want het lijkt een beetje zijn persoonlijke begeleider te zijn. Hè? Ja, heel belangrijk, denk ik. Tenminste, dat heeft hij mij ook, zoontje ook wel eens gezegd. Ik ben er altijd mee bezig en... En op het moment dat een speler dat al zegt, gewoon ook al openlijk, dan weet ik natuurlijk wel dat ik misschien wel een band heb met hem op zijn Antilliaans. Maar dat wil wat zeggen. Hij is niet bang om dat uit te spreken. Hij geeft dat ook toe. Of geeft dat ook toe. Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen. Maar ze zijn er echt mee bezig om hem op dat niveau te krijgen zoals hij gisteren speelde. Ja. Hij wil gewoon prof worden. Echt professioneel. En hij wil gewoon ook beter. En ik denk dat Meijer hem ook graag wil hebben. En die wil hem ook liever in de 90 minuten hebben. Het zou toch wat zijn als we straks 90 minuten Sontje hebben op 10? Zo, op 10. Ja, zeker. Ja, maar laten we dat dan zo vandaan. Ja, ik zag de wedstrijd weer. Hij had toch het shirt 10 aan. Dus ergens komt die van 10. Ja, oké. Okay. Nee, maar ja. Vond je Robert dan niet goed? Het gaat niet om Robert. Robert heeft gewoon een prima voetballer. Daar mogen we ook heel blij mee zijn. Maar wat je ziet, het opendraaien van Sontje als hij de bal heeft. Hij heeft ook een aantal keren naar het middenveld. Zat hij op het middenveld op de teampositie. En als je dan ziet wat voor een bal die geeft. Ja, weet je, dat is toch wel iets waar we op zitten te wachten. En hij kan heel mooi scoren. Ja. Nee, vanuit andere posities kan hij scoren. Die Drino was trouwens wel een goede goal. Ja, dat is echt een geweldige goal. Maar niet alleen die goals. Weet je, tegen Vitesse vorig jaar uit.
Hoe die doelpunten maakt. Ach, die was belachelijk, die 0-2. Maar, ja. Maar dat is ook een team doelpunt. Ja. Er zijn ook doelpunten die een team maakt. Zou die dat kunnen op 10, Remco? Of vind je hem toch echt wel meer buiten? Hij zou natuurlijk sporadisch een wedstrijd kunnen spelen op 10, maar ik vind hem geen 10. Dan moet je constant op een bepaalde manier spelen. En daar vind ik hem aan de zijkant er wel veel dreigender in. Dat het ook bij de 1-op-1 is met de tegenstander. En hij weet wel van een tegenstander, een echte directe tegenstander te bespelen. Dat betekent of in de bal komen of juist er overheen te gaan en op een 10-positie. Ja, maar Remco, ze hebben dat shirt 10 toch niet aan hem gegeven omdat het een... Die was over. Die was over. Ja, ze vragen ook heel vaak van welk nummer wil je. Over Kendall wilde ook heel graag nummer 9. Die hebben ze toen ook gegeven. Dat weet ik niet. Misschien hebben ze wel vaste nummers en dat nummer was destijds. Maar ja, ik bedoel, zoontje ken ik persoonlijk als spits. Ja. Die heeft die baas altijd gespeeld. Ja. Het wil niet zeggen als je spits speelt dat je dan een linie terug kan schuiven, want de middenvelders vandaag op de dag is vaak in een roulatie. Speel je met punten voor, punten achter. Dus je komt in allerlei situaties terecht. En ik zie Zonje toch liever op de helft van de tegenstander. Ja, ik zeg niks meer. Helft. Ja. Zonje is echt een buitenspeler. Niet zo snel terugkabbelen, man. Ik kom wel goed. Als ik zou keepen morgen, ja, dan keep ik één hele goede wedstrijd. Ja, ik ook. Maar om dat vol te houden is een ander verhaal. Snap je? Ja. Ik snap hem. Nou, misschien niet op 10. Een andere speler die ik nog wel eventjes wil uitlichten van de afgelopen zondag. Hij werd niet man of the match, maar eigenlijk had hij dat in mijn ogen wel moeten zijn. Vito van Krooi, nou, zou ook zomaar op 10 kunnen spelen natuurlijk. Nee, maar, die niet. Tegen Almere was dat echt... Nee, gewoon niet doen. Nee, oké. En hij doet toch goed linksbuiten. Ja, zeker. Lekker laten staan. Ik sprak hem natuurlijk wel eventjes na de wedstrijd, want ik zei ook van je hebt een enorme goede pot gespeeld. Ja, vandaag was een lekkere wedstrijd. Veel loopacties, veel kansen kunnen creëren. Dus dat als aanvaller zijn, is dat natuurlijk heerlijk. Als we zo spelen, dan krijgen we het hele stadion achter ons. En als aanvaller zijn, je speelt natuurlijk dichter bij de goal van de tegenstander. Dus dan kom je natuurlijk ook automatisch tot meer kansen. Dus vandaag was een heerlijke wedstrijd. Ja, hij heeft echt laten zien wat zijn kwaliteiten gewoon is. Hè. Hij heeft even twee wedstrijden wat minder gespeeld. Maar we hebben natuurlijk hem ook al eerder een goede potje. Maar dit was echt mijn god. Wat mij opviel... Sorry. Jij eerst of zal ik eerst? Nee, ga maar. Okay. Wat mij opviel is dat hij veel met Koki wel wisselde van plek. En dan niet voor een langere tijd, maar gewoon even naar die punt. Daar kwam de 1-0 voort ook uit voort. En bij die penalty stond hij in één keer in de punt. Bij de 2-0, als je goed oplet, zie je ook dat Ogawa eigenlijk links staat. Van Krooi iets meer naar binnen. Die krijgt de bal. Koki eromheen. Staat vrij in de 16. Helemaal vrij. Dat was dan wel weer een dekkingsfout. En die schiet naar binnen. Ja, dat zag er wel lekker uit. Dat draaien tussen die posities. Alhoewel, moet ik zeggen, ze konden het niet zo goed vinden afgelopen dinsdag tegen PEC Zwolle. Dinsdag? Dat was raar, hè? Ja, dat was even mond met elkaar. Ja. Maar goed, alles vergeven en vergeten. Uiteindelijk, heel goed, uiteindelijk, als je daarna doelpunten samen maakt, dan ga je daarna weer... Die vierde was schitterend. Wat wilde jij zeggen, Harold? Ik begrijp niet zo goed dat hij geen man of the match geworden is, Van Krooi. Nee. Ik begrijp daar niks van. De supporters kiezen dat toch gewoon. Bij ESPN is die dat wel geworden. Nee, maar heb jij gezien hoeveel Japanners in het stadion zaten? Ik kom voor het stadion een uur voor de wedstrijd. Nou, daar weer. Ja, nee. Nee, zeker wel. Ik was na afloop nog eventjes bij Biggles. En daar was echt een meet and greet met de drie Japanse voetballers. Ja. En de hele tent stond daar vol. En die zijn denk ik een uur bezig geweest met allemaal foto's. En ze kregen cadeautjes. En alsof ze echt waren filmhelden. En ik hoorde ook gewoon, die mensen die komen ook gewoon naar Nijmegen om die gasten te zien. Ja, vet toch? Dus, ik vind dat gaaf. Dus dat zou misschien, en die hebben misschien wel meer mensen opgeroepen om een pak. Heel Tokio heeft. Maar ik ben het met je eens. Dat is emotie, denk ik. Mensen die zien twee keer de doelpunten van Koki en die is misschien ook wat meer naar het publiek dan zo. En Van Krooi is misschien dan wat ingetogen. Nee, maar ik gun het hem gewoon. Hij speelt wel een hartstikke goede pot. Ik bedoel, Koki is natuurlijk geweldig. Ik vind het een ontzettend goede spits. En werkt hard. Je ziet hem ook heel vaak in de verdediging mee verdedigen. Op het moment dat de tegenstander bij ons in de 16 is. Dat is trouwens tegen Groningen niet heel veel gebeurd. Maar ik zag hem af en toe wel
op eigen helft terugzakken. Maar weet je, het is niet zozeer dat ik het Koki niet gun. Integendeel, ik gun het iedereen. Maar ik vond Van Crooy, na al die wedstrijden die bij ons gespeeld heeft, vind ik, eigenlijk moet je zo'n jongen waarderen en dan moet je gewoon belonen daarmee. Dat vind ik. Ja, goed, weet je. Wel, en als, ik dat nou alleen vind, maar goed, als ik dan zie dat bij ESPN, want ik zei het gelijk. Wij zeiden het ook in ons commentaar. Ik twitterde gelijk, hoe kan dat? Ja. Van Crooy is bij alle doelpunten betrokken. 4 in ieder geval. Wat zegt het dan als NEC nou? Wat maakt het nou uit? Leuk, ja, boeien. Ja, maar het uiteindelijk... ik weet het niet. Ik ken Japanners niet. Als wij hem nu gewoon uitroepen tot man of the match, dan zijn we er toch gewoon. Dan wij zeggen gewoon, het is man of the match. Match. Hey, en het verdienen die. En we hadden het over Kento. Weet je wat ik flauw vond? Nee. Want Kento de penalty bij de 6-0 niet mocht nemen. Die had hij echt moeten nemen. Gaat Oude Jan hem nemen. Ja, maar dat is een lijstje misschien. Ja, jongen, geef je toch een rol? Nee, als je afspraken maakt. Ik vind dat heel belangrijk met die penalties. Want dat doen ze dan, dan zie je dan vaker dat er ruzie komt. Je hebt vooraf afgesproken wie penalties neemt. En als Oude Jan dan op dat moment op 1 staat, dan neemt hij gewoon die penalty. Ja, prima als dat bij een 2-1 is. Maar is het 5 naar voor in de laatste 5 minuten? Laat even die jongen bal erin. Nee. Oude Jan ook zijn afspraken. Dan. Het is professioneel voetballen. Dus dat, prima. En vergeet één ding niet. We hebben... met Oude Jan hebben we natuurlijk wel een ontzettend goed schot in huis. Ja, nee, prima. En een hele goede vrije trap en een hele goede penalty blijkbaar. Ik wilde dat Kento hem nam. Ja, ik ook. Ja. Ja. Is niet geweest. Ja, maar zit je bijna aan te vallen? Nee, ik val je. Nee, ja, maar zijn afspraken. Het zijn afspraken. Okay. Dus hetzelfde toch als wie de corners neemt. Weet je wat, morgen gaan we naar de trainingen, gaan we naar Meijer toe, gaan we dat zeggen. Ja, dat is goed. Ja. Okay. Er moeten nieuwe afspraken. Ja, morgen zijn ze vrij. Ja. Even wat vragen, want we krijgen vragen van luisteraars. Dat is altijd in ieder geval leuk. Antoine, die meldt, wat is nou de beste basisopstelling van NEC? Kijken naar de opstelling tegen Groningen, mits iedereen fit is. Zou je alleen Proper nog inzetten in plaats van Hoedemaker? Dus Nuiting op de bank. Oude Jan is dan misschien wel de ideale 12e man. Ja, moeten we nou even een opstellingje gewoon opratelen? Nou, ik denk dat we heel veel mensen kunnen invullen. Dus dat hoeft dan weer niet. Maar laten we eens even kijken inderdaad wat achterin. Heb je nog wel wat keuzes, hè? Kelvin Verdonk, die speelde nu weer wel. Die heeft hij 2 keer op de bank gezet. En je hebt de discussie over Bram Nuiting of Marques. Ik zou starten met Verdonk. Dat wil ik zo meteen nog wel toelichten. Maar ik denk dat Harold nu gaat ontploffen. Want ik ga zeggen, Nuiting en Sandler. Oh, ik dacht dat je iets over Pereira ging zeggen. En dan Pereira gewoon rechtsback. Ik ben het met je eens hoor. Maar jij was toch altijd... Ik vind ze allebei statisch. Ja, maar daar heb je wel liever Nuiting. Ik heb het wel. Het maakt mij niet... Ik vind als dat jouw aanvoerder is, dan je hebt keuze uit die twee. Dan zou ik kiezen voor degene die status heeft. Ik zou Nuiting doen. Ja. Omdat ik... Ja. Ik vind het moeilijk, maar ja, goed, weet je, het maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat Santos speelt. Ja, en Oude Jan, prima. Ik bedoel, we hebben natuurlijk met Schöne een fantastische speler gehad die goede vrije trap aan corners kon nemen. Veel alleen wel. De laatste jaren niet meer, dat kwam niet aan. En het is een verademing om een corner te zien van Oude Jan. Dat is echt gewoon gewoon geweldig te zien. Het moeilijke, hij kan die standaard situatie zijn, briljant, wat je zegt. Ja. Maar ik vind hem als speler, als linksachter... Ja, heb ik toch liever Verdonk. En die vond ik afgelopen zondag ook heel fel. En dat heb ik bij Oude Jan niet gezien. En Oude Jan is denk ik ook niet zo'n voetballer. Die zou bij wijze van spreken op een 8 kunnen spelen. Hè? Naast een Sano of een Proper. Want dat is echt zo'n controleur bijna, zou je zeggen. En Is dit ook weer niet zo'n typisch gevalletje? Jij kent Rogier Meijer natuurlijk ook wel beter. Dat hij dit soort dingen per wedstrijd gewoon kijkt wat het plan gaat worden. En de ene keer past Oude Jan iets beter in het plan als een Kelvin Verdonk. Ja, maar het is eigenlijk heel logisch te verklaren. Kijk, ze trainen 8 keer in de week. Niemand ziet hoe er getraind wordt, wat er intern gebeurt. En alleen zij kunnen dat zien en bepalen. Wanneer wie gaat spelen en... Nu is het heel makkelijk om een elftal op te noemen waarvan jij denkt die moet spelen. Maar in mijn ogen werkt dat niet zo. In mijn ogen werkt het gewoon, je hebt die wedstrijd gehad nu. Afgelopen week, die heb je dan met 6-0 gewonnen. Vandaag zijn ze weer begonnen te trainen. En gaande die week, dan heb je te maken met hoe iemand traint, hoe iemand dit doet, hoe iemand dat doet. En hoe speelt een tegenstander en wat heb ik daarvoor nodig? En of dat een Nuiting is, of het een Marques is, of het is Sandler, of het is wie dan ook... Ja, dat bepalen ze op dat moment. En dat doet ze heel goed, want ik heb er altijd bij gezeten. En dat is niet zo bijvoorbeeld van omdat het een leuke jongen is, daarom speelt hij. Dan zie je Sandler, dan zie je met Marques spelen. Ja, is het ook een verademing. Ja. Dus, en dan weet Marques ook, verdedigen moet ik mijn mannetje staan. En Sandler, die doet het opbouwend misschien wel iets beter dan mij, zou je denken. Dus
Ik vond de tweede helft ook goed hoor, trouwens, met Verdonk. Verdonk ook. Ja, ik vond het een kleine manneke. Ja. Doet prima. Ja. Was dan ook wel misschien de tegenstander op dat moment na natuurlijk. Wellicht. Omdat je zag dat je heel weinig druk natuurlijk vanuit Groningen kwam. Maar even nog terugkomen op jouw hout. Maar de concurrentie onder elkaar, hè, wat Rogier ook altijd zegt. Hoe meer spelers, hoe iedereen fit is, heb je de concurrentie onder elkaar. Heb je meer keuzes te maken. En daardoor word je elftal sterker. Ja. Dat is pertinent waar. En of dat nou Nuiting is, of Marques speelt, of Sandel speelt. Ja, die jongens zijn prof en daar moet je mee dealen. En dan moet je maar zorgen dat je die training daarna of die wedstrijd daarna... maar weer in die elf speelt. Maar je kunt hem elf opstellen. Ja, dat is waar. Ik geloof dat je... Want je hebt er zelf mee gewerkt. Maar als Sandler fit is, speelt hij altijd. Ja, dat is de discussie ook niet. Kijk, nee. Hij is buiten categorie in mijn ogen. Is hij ook. Ja. Opbouwend, maar ook verdedigend. En ook een elftal sturen. Hij is ook gelijk... Je aanvoerder, er staat ook wel iemand. Ja. Maar dat zeg je niet van veel andere spelers. Niet. Durf je dat niet zo te zeggen? Ik ook niet. Maar dat durf ik ook rustig te zeggen. Ja, die zet je op. En jij zegt van, weet je, de concurrentie is groot. Maar daardoor, als je wisselt, zak je ook niet in de kwaliteit wat je inbrengt. Dat is natuurlijk ook wel weer lekker. Hè? Als je ziet hoe bijvoorbeeld Eunal dan weer invalt. Nou, dat zag je tegen PEC Zwolle heel goed. Ja, is toch heerlijk dat je zo'n speler nog kan brengen. Ja, dat was goed. Tegen PEC Zwolle zag je heel goed dat je op een gegeven moment die wissels die je inbracht, die maakte je elftal niet slechter. Nee. Misschien wel beter zelfs, ook naar aanleiding van de eerste helft. Die was echt... Heel slecht, ja. Maar dat heb ik vorige keer wel eens gezegd. Hè. Kijk, als je onder elkaar ziet met trainingen, hoe ze onder elkaar zijn. Dan kun je ook denken van, ik ben de 14e, 15e, 16e, 17e man. En zoek hem eruit. Hè, maar die inkomt of invalt, die gaat eigenlijk wel als een brandweer voor elkaar. Dus onder elkaar is het ook goed. Dus dat betekent, als je natuurlijk teleurgesteld bent dat je niet speelt. En dat kan, dat moet ook zo zijn. Ja. Maar ze zetten ook wel die knop om naar de volgende training... Want jij weer een kans naar die volgende wedstrijd. En het is niet altijd even makkelijk. Maar ik vind wel dat je terugziet dat niemand... en zo krijgen ze de staf het wel voor elkaar. Dat niemand het veld in gaat van, doe maar. Nee, snap dat je? Klopt, dus, dat is correct. Dat vind ik wel... allemaal leuk. Maar laat het maar zien aankomende zaterdag. Want dat staat ook gewoon weer een belangrijke wedstrijd op programma. Ja. En ik zou het echt wel weer typisch NEC vinden als je daar... Als je daar gewoon weer komen we zo nog op de voorbeschouwing af. Even nog wat andere vragen. Ten eerste moet ik binnen. Ik moet je de groeten doen, Remco van Saaie Visser. Oh, goed. Dus je krijgt de groeten in ieder geval. en ook met de vraag hoe het bij Suriname is. Groeten terug. Groeten terug. Ja. Veel rotte eten. Goed, sluiten we dat ook af. En de bierprijs, of we daar nog op terugkomen? Ja, want we hebben het al zo over gehad. En NEC kwam met een verhaal. En ik geloof dan wel kleine beetje grote dekers. Als je wil dat we daar kritisch op zijn, moet je gewoon de podcast van die van 2 weken terug nog een keer luisteren. Ja, daar waren we heel kritisch. En dan kan je dat nog een keer luisteren. Hebben we dat in ieder geval gedaan. Dan RKC Waalwijk. Dat is inderdaad de volgende. Nee, we moeten nog één ding eventjes... Voordat we over RKC gaan praten. Oké, nou heel snel. Er was ook nog iemand... er was nog iemand jarig. Moeten we gaan zingen? Gods. Nijmegen Fanatics. De Nijmegen Fanatics. Klopt. Oh ja, 10 jaar. Dit hele stadion heeft gejuicht, heeft gesprongen en was blij. Bij de opkomst van de spelers. Een mooie sfeeractie weer. Ja. We mogen die jongens van Nijmegen Fanatics ook wel even feliciteren. Met zeker. 10 jaar, ook zij zijn belangrijk voor de sfeer, hè? Ja. Uiteraard. Ik vind ze allemaal belangrijk. Maar goed, deze jongens die hebben op een gegeven moment wel, net als de andere groeperingen, echt hebben ze wel het hart op de juiste plek. En ook, precies. Nijmegen Fanatics geweldig. Proficiat. Ja. Het was ook daar in zondag een uiterste. Hè? Want we gingen inderdaad naar Fanatics. We hebben Ronde Groot natuurlijk toegezongen. En Marcel. Daarna Marcel weer met... Marcel. We moesten ik vond het wel gênant dat ze op een gegeven moment gingen oproepen. Hoor. Nee, maar goed. Dat vond ik wel echt gênant op een gegeven moment. Die jas met de opkomst met Keizer Mars, dan kom eens op. Dat vindt hij toch helemaal niet leuk, joh. Daar houdt hij helemaal niet van. Nee, houdt hij daar niet van? Nee, dat denk ik toch niet. Denk je dat nou echt? Ik heb echt het idee dat hij daar vanavond in slaapt. Nee. Helemaal niks van. Nee, dat weet ik niet. Ja, nee. Hij werd ook goed in beeld gebracht natuurlijk bij ESPN toen hij toegezongen werd. Ja, maar dat is weer iets anders. Ja, maar dat je op een gegeven moment door de stad heen rijdt en alleen maar van die A3 ziet met Keizer Marcel. Dan denk ik, mensen denken, wat moeten die gasten? Wie is dat? Ik denk ook dat heel veel mensen niet eens wisten. Nee, die hadden geen idee. Hey, prima. Oké. Ook leuk. Gefeliciteerd. Goed, gefeliciteerd inderdaad. En hij kreeg een mooi cadeau. En ook Ron kreeg een mooi cadeau, die 6-0. Ja. RKC Waalwijk is de volgende wedstrijd. Nou, jij zei het al. Staan ze onderaan en is de nood nabij. Dan is NEC ook daar. Maar dus, ze hebben eindelijk een keer gewonnen. Dus misschien dat... Weet dat je, ze het al gehad hebben. Dat ze denken van, dan pakken we NEC ook wel. En dan bam.
Maar dat zal wel weer over het algemeen weet NEC het altijd goed te doen tegen RKC. Nou, ik weet wel, een paar jaar, twee jaar geleden volgens mij thuis 6-1. Toen ja, was, toen dat is thuis. Ik maar uit, daar is altijd wel lastig. We hebben daar corona een keer verloren. We hebben vorig seizoen daar deks op de neus gehad. Ja, dat was die wedstrijd met Sillissen met die penalty. En verkeerd wel of niet verkeerd inlopen. Ja, toen ging ik alles mee. Dat was na, ja. Ik denk een jaar dat Simon meedoet. Dat zal het zijn. Nee, die wedstrijd was gaaf toen, hè, dat die werd geëerd. Ja. Dat was echt gaaf. Ja, ja, dat was leuk. Ja, iedereen in het wit. Toen moest ik nog rennen voor mijn leven, omdat ik op de RKC-tribune zat en ging juichen bij de 0-3. Met mijn zoon. Die zat daar ook. Ja, die zat daarnaast. Ja, die zat daarnaast, ja. Wij hebben moeten. Maar wat verwachten we nu van RKC? Want ja, er wordt ook een beetje natuurlijk over gesproken dat het een degradatiekandidaat is. Is het ook. We hebben met Carlos hier gezeten en we hebben toen gezegd, dit soort wedstrijden moet je winnen. Anders heb je geen recht op dat linker rijtje. Dus we moeten daar gewoon winnen. Ja, want dan maak je toch wat je nu afgelopen zondag hebt laten zien, maak je dan weer belachelijk, toch? Ja, we hebben twee wedstrijden gewonnen achter elkaar en ik vind dat een derde moet worden. Dus als je deze nu weer die wint, sta je gewoon weer voor lul. Omdat je gewoon met 6-0 wint van Groningen. En als je dan nu van RKC zou verliezen, of je dan nou goed of niet goed speelt, wat zegt dat dan, die 6-0? Dat geeft dus aan dat je totaal instabiel bent als ploeg. Dus je moet gewoon winnen bij RKC. We moeten al dit soort wedstrijden winnen. Wil je op diezelfde plek uitkomen? Nee, maar als we zo'n grote mond hebben als NEC zijnde, we hebben het hier al vaker over gehad, inderdaad, wat jij ook zegt, dan moet je gewoon winnen van RKC. Ja. Grote jongens zijn. Het valt in herhaling. Ja, dat vind ik ook. 0-1. Ja. No, jij begint al gelijk. Het is ook 9 uur, dus we moeten ook... ook goed. 0-1? Nou, dat is wel een krappe overwinning, maar goed. Sandler uit de penalty. Ja, het kan zomaar. Ja. Ja. Niemand wacht ook 6-0 even wachten. Nick, wat denk jij dat het 0-2. Gaat worden? 0-2. Remco, makkelijk je overwinning of zie je het toch anders? Jij bent misschien ergens... Nee, ik had ook 0-2 in de gedachten, maar dan ga ik naar 0-3. Maar het wordt zeker geen makkelijke wedstrijd. Nee. Dus, nou, dan pak ik gewoon die 0-7. Nee. Grootste uitzeger is 0-5. Ja, 0-5. Nee, ik denk niet dat dat gaat worden. Ik denk dat het 1-3 wordt. Mooi. Nou, ook goed. Maar het zijn 3 punten. Dan zijn we eruit. En dan zijn we daar inderdaad weer uit. En was dit weer een aflevering van de podcast. Dankjewel weer voor het luisteren. We zijn er later deze week natuurlijk weer met de NEC-update op YouTube. Dan gaan we voorbeschouwen op deze wedstrijd van RKC Waalwijk. En anders zijn we er natuurlijk weer volgende week maandag met dan ook weer een gast. En wie dat gaat zijn, dat houden we nog even... NEC! We moeten ondertitelen, denk ik. Wordt wel gezellig in ieder geval. Wordt wel gezellig. Dat is ja. Dankjewel weer voor het luisteren. Graag tot de volgende.